Breda Nu. Je weet het meteen. We zien heel veel ijshockeyers, hele grote stoere mannen, ook hele kleine jongens die hier aan het trainen zijn. Maar jullie zijn de enige twee dames. Er is nog een meisje, maar dat is vandaag niet gekomen. Vandaag niet? Hoe ben je eigenlijk op ijshockey gekomen? Eerst zat ik op veel meer andere sporten, maar daarna werd ik die beu. En hockey wou ik wel proberen. En op het ijs vond ik het ook heel leuk. En toen dacht ik aan ijshockey. En toen ben ik gaan proeflessen en na een tijdje ben ik er toch in opgegaan. En jij, hoe kon jij schaatsen? Nou, ik kon eerst helemaal niet schaatsen en toen steeds beter. Ik schaatste eerst nog met een stoeltje. Met een stoeltje? Ja. En ik ben op ijshockey gekomen, want ik was hier aan het schaatsen. En ze waren les aan het geven. Dus ik ging naar de buitenbaan en dat leek me wel leuk. En papa en mama zeiden, dat lijkt me wel iets voor jou. En toen ging ik het een paar keer doen en toen vond ik het heel leuk en toen ging ik erop. Wij zitten nu bij de groep van U10. Dat betekent dus onder de 10 jaar of 10 jaar. En bij de wedstrijden mogen wij nog niet bodychecken of zulke dingen. Want anders word je het veld uitgestuurd. Ja, dan krijg je een 1,5 minuut straf of een minuut. Dus word jij er wel eens uitgestuurd? Ik niet, maar bij de grote worden ze er vaker uitgestuurd. Hey, en is het dan zo, als je een meisje bent, moet je even hard ijshockey als de jongens of moet je je meer bewijzen? Ja, soms wel, maar dat vind ik juist leuk. En als je nou die grote mannen ziet ijshockey, heb je dan zoiets van, daar wil ik bij? Heel klein beetje, want... Ja, nu nog niet. Want ik wil nu nog eventjes beter worden voor de U10 en als ik later groot ben, denk ik dat ik het ook nog wel ga doen, ja. En gaan jullie nou ook competitie spelen? We spelen competitie. Ja, we hebben er gisteren nog een wedstrijd gespeeld. En heb je dan wel eens gescoord? Nee, nog niet. Nee? Jij? Ik wel, maar en soms dan paas ik hem en dan scoren andere kinderen. Ah, dat is ook leuk, hè? Ja. En wat houdt ijshockey in voor de kijker? Voor de kijker is dat het een hele snelle, fantastische sport is waarvan alles gebeurt. Waar je eigenlijk nooit een moment van verveling hebt. Er gebeurt altijd van alles. En er is altijd actie en er is, het ligt eigenlijk nooit stil of dood. Er is geen spelbederf. Hè. Je kunt niet tijd trekken, je moet altijd gas geven. En er wordt ook heel vaak gewisseld. En dat is veel gewisseld, ja, anders dan bij bijvoorbeeld voetbal of aan veel andere teamsporten heb je bij ijshockey continu dat je doorwisselt. Hè? Dus je kunt in principe met 30 man op de bank zitten en er staan er 5 veldspelers op het ijs en 1 goalie. Nou, heb ik me laten informeren, als je echt een fout maakt met ijshockey, dan word je eruit gestuurd als straf, maar ondertussen mag er gelijk iemand voor jou wisselen. Dat is niet altijd zo. Dus als je echt een hele zware straf hebt, dan sowieso is het zo. Als je aan de kant zit, hè, dan sta je wel even met een man minder. Dus vaak krijg je in 2 minuten heb je tijdstraf. Als je gewoon een kleine overtreding hebt gemaakt. En dan, dan staat het team met een mannetje minder. En dat is in onze sport is dat best... Je staat met 6 op het veld. Inclusief de keeper. Hè? Dus 2 verdedigers en 3 forwardlijnen. Dus 3 aanvallers, zeg maar. Okay. Ja. Want dan met 6-6, als er één uitvalt, dan krijg je dan gelijk een paar punten tegen? Niet altijd. Je kunt er wel op trainen, hè? Maar het is wel het is wel even dan alle zeilen bij. Het is een contactsport, hè? Dus je bent je hebt fysieke contacten met elkaar en er wordt wat geduwd en wat getrokken. Maar niet alles mag. Maar doordat het een contactsport is, kan het wel eens wat hoog oplopen. En als iemand dan even 2 minuten aan de kant zit, kan hij eventjes afkoelen. Even afkoelen, ja. Letterlijk en figuurlijk. De speeltijden, hoe lang spelen jullie? We spelen
spelen 3 keer 20 minuten. Daar is in ons geval 1 dwijlpauze tussen, het ijs gedweld wordt. Dus 3 keer 20. En dat is zuivere speeltijd. Hè? Dus op het moment dat er een spel even stilgelegd wordt, doordat er bijvoorbeeld buitenspel is, want dat heb je ook in een ijshockey. Ja. Of er is een overtreding, dan staat de klok stil. En die gaat pas weer lopen als de puck gedropt wordt. Ja. En het gaat weer door. En omdat het zo snel gaat, hebben jullie daarom dan bijvoorbeeld 2 scheidsrechters? Natuurlijk wel in meer sporten zijn er wel meerdere scheidsrechters. Maar als je alleen bent als scheidsrechter, dan wordt het wel lastig om dat allemaal te zien en te volgen. Er gebeurt wel heel veel. En niet alles wordt gezien, ook niet elke overtreding wordt gezien. Omdat het inderdaad de snelste teamsport is ter wereld. En dat maakt het heel leuk, maar ook wel soms dat het te snel gaat misschien. Dus mensen die dit zien en die denken, dat lijkt me leuk ijshockey. Wie zijn er eigenlijk geschikt voor en wie niet? Want je moet toch fysiek wel erg... Iedereen is daar geschikt voor, vind ik. Want het heeft heel veel facetten in zich. Je hoeft daar niet per se een robuuste, gigantische iemand voor te zijn. Want als je juist klein bent en snel, is het ook een hele goede sport voor je. Zo'n uitrusting, wat kost dat nou gemiddeld? Ja, een paar honderd euro ben je wel kwijt, hè, voor alles bij elkaar. Ik weet niet precies een setje wat dat nou kost voor de kinderen. Ik denk dat die voor met een 250 euro klaar zijn, denk ik. Dat is prijzig voor een beginnende sporter. Ja, je hebt natuurlijk ook je schaatsen. Hè. Schaatsen, dat is vaak toch al wel duur. Een beetje goede schaatsen zijn wel 80 euro om een beetje in te komen. En dan heb je broek en je hebt dus geen beschermers, body protector, helm, elleboogbeschermers, handschoenen. Ja, dus dat stapelt wel op. Maar je doet daar wel een tijdje mee. Hè. Kijk, en er is op Marktplaats veel te vinden. Ja. Dus je kunt in principe ook een tweedehands set ook goed kopen. Nou, dat is eigenlijk... Supermooi, want iedereen die dit zit, die kan gewoon aansluiten bij jou. Ja, zeker weten. Iedereen is van harte welkom. We kunnen zich inschrijven via de site voor een proeflesje. Kinderen ook. We hebben het wel heel toegankelijk als vereniging gemaakt. Mensen echt in kunnen stromen. Het is gewoon een fantastisch leuke vereniging die we hier hebben. Dus iedereen moet zeker lid worden. Je bent van de Tilburg Trappers. Ja, dat klopt. Ik ben begonnen met ijshockey bij de Trappers. En ik heb volgens bijna nergens anders mee gespeeld. Nee, dat klopt. En jullie hebben ook wereldwijd gespeeld? Tijdens mijn studie heb ik ook nog in Turkije gespeeld. Maar dat was meer omdat ik niet wilde stoppen met ijshockey en daar ook het ijshockey wilde verspreiden. Ja. En daarna ben ik weer teruggekomen in Tilburg en nu zit ik in Breda. Ja, jullie trainen hier de jeugd? Ja, we zijn een clubje begonnen met inderdaad de allerkleinste, de onder 8 en de onder 10 eigenlijk. Dus we hebben kids van 3 tot 9 à 10 jaar oud ongeveer. En hoe kunnen kinderen hier dan op de hockeyclub, kunnen ze zich zo aanmelden, krijgen ze van jullie training? Ja, we hebben op zich wel een leuk systeem. Veel ijzerclubs doen het, je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden natuurlijk. In het begin heb je gewoon 2 à 3 trainingen waarbij je gewoon gratis het spelletje kan leren. En als het iets voor je is, dan ben je welkom en dan ben je onderdeel van de Yeti's. Ja, hallo, ik ben het nieuwe gezicht bij Breda Nu Sport. Ik ben Marco Staps. Ik ga Rob Flemmings vervangen. We zijn vanavond bij het paaldansen, dus ik ben wel benieuwd wat het gaat worden hier. Anthony, je bent de eigenaar van Paaldansstudio hier in Breda. Hoe lang ben je al eigenaar daarvan? Ik ben ongeveer bijna 10 jaar de eigenaar van deze studio. En geef je zelf ook les? Ik geef zelf les, ongeveer 15 uur per week. Ja, en waar moet je eigenlijk allemaal voor kunnen? Moet je sowieso lenig zijn? Nee, je moet sowieso niks kunnen. Je komt hier om iets te leren, zeg maar. Dus lenigheid, kracht, ja, het is allemaal, je moet het allemaal in je hebben een klein beetje. En wat voor kleding heb je daarvoor nodig? Je hebt, in het begin heb je een lange broek nodig en een korte shirt, zeg maar, een hemdje. En later vragen we of je een korte broek mee wilt nemen, want dan ga je op z'n kop aan de paal. En waarom juist een korte broek? Omdat je lang blijft hangen en de huid die blijft dan plakken aan de paal. En met een lange broek bijvoorbeeld, als je gaat klemmen, dan glij je naar beneden. Kan je al gelijk aan de paal hangen of van tevoren al? Nou, je gaat sowieso gelijk aan de paal. We gaan gelijk aan de slag, zeg maar. In de tussentijd bouw je dat op, zeg maar. Dus je begint rustig met basistechnieken. Zoals je daar ziet, zijn verschillende soorten basistechnieken. Vanuit daar bouw je het op naar iets moeilijkere techniek. Hmm.
Richt je je ook op de jeugd? Is er ook jeugd die aan paaldansen doet? Tegenwoordig heb je ook paaldans voor kinderen. Dus vanaf 7 jaar zijn ze bij ons welkom. Wij zijn vanavond hier te gast. Waar bestaat vanavond de training uit? Vanavond bestaat de training uit een pittige warming-up. Die ik ga verzorgen en uiteindelijk gaat mijn collega het overnemen. En die gaat verder met de paaldansles. Oké. Okay. Ja. Zijn er ook wedstrijden? Ja, er zijn inderdaad wedstrijden. Er zijn 3 en 4 juni, zoals ik het uit mijn hoofd zeg, is de Nederlands kampioenschap paaldansen. En jullie zijn ook vertegenwoordigd? Er doen 3 leden van ons mee, ja. En jij zelf? Nou, ik sta dit jaar gezellig over. Het begin oud te worden. Ah, maar je bent er nog niet echt helemaal klaar voor? Jawel, ik ben zelf Benelux 2 keer kampioen geweest. En dat was 2014, 2015, vraag me moeilijke vragen. Zoiets. En dat is voor mij gewoon voldoende geweest, zeg maar. Dus ik hoef me niet meer te bewijzen. Dus je hebt wel echt op hoog niveau gepaaldansen? Ja, nog steeds. Ja. Doe ik nog steeds. Ja. Ik had begrepen dat je aan wedstrijden meedoet. Nou ja, ik heb er nog geen gedaan. Maar ik ga met 2 andere meiden van de studio ga ik meedoen aan het Nederlands kampioenschap dit jaar. En waar worden die gehouden? In Waalwijk. Waalwijk. En ben je al zover dat je er helemaal klaar voor bent? Nee, nog niet. Er moeten nog 3 maanden gewoon goed getraind worden. Maar ik heb er wel vertrouwen in. En volgens mij mijn trainingsmaatjes ook. Ja. Ja. We zagen je aan een paal hangen toen straks. Wat is het moeilijkste aan paaldansen? Ik denk dat het een combinatie is. Want je moet niet alleen sterk zijn of lenig of gracieus. Je moet het allemaal een beetje kunnen. Ik denk dat dat het moeilijkste is. Hoe schat je de concurrentie in die je straks gaat ontmoeten? Oh, heel hoog. Ik heb er voor mezelf is het echt gewoon een keertje meedoen. En het zien en het gewoon eens bekijken en het leuk vinden om mee te doen. Ja. En dan over een jaar of zo dan ga ik meedoen om echt te strijden voor een finale plek of zoiets. Maar dit jaar is puur voor de ervaring. Ik sta hier bij Loes en Laura. Jullie allebei doen aan paaldansen. Laat ik bij jou beginnen, Loes. Hoe lang doe je al aan paaldansen? Een jaartje of 9. Ja, en van begin af aan hierbij gekomen bij het paaldansstudio in Breda? Ja, ik heb Anthony leren kennen toen hij nog ergens anders les gaf. En toen is hij zijn eigen studio begonnen. En toen ben ik eigenlijk meteen met hem meegegaan. En ook later heeft hij mij tot docent opgeleid. En geef ik ook les sinds, denk ik, 6 jaar. Oké, en je doet ook mee aan wedstrijden? Ik doe geen wedstrijden, ik doe wel optredens. Ja, oké. En wat voor optredens? Waaraan moet ik denken? Dat kan echt van alles zijn. Kan in discotheken zijn, maar kan ook meer een wat sportieve demonstratie zijn en alles daartussenin. Oké. En jij, Laura, hoe lang zit je al bij paaldansen? Zeker 2 maanden. 2 maanden? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus je bent nog maar heel pril begonnen hier? Ik ben heel pril begonnen, maar ik maak wel grote slagen omdat ik het 5 keer in de week doe. Oké, en welk doel heb je voor ogen? Ik wil afvallen. Ja. en verder wil ik graag mijn eerste examen doen begin april. En ik hoop dat dat gaat lukken en daarna wil ik eigenlijk de combinaties gaan leren. Oké, en die combinaties die bestaan dan uit? Uit de enkele stappen die ik nou aan het leren ben aan de paal. Okay. Dus dan ga ik ze in een mooie, vloeiende lijn leren in de paal. Oké, dus klopt wel van Anthony dat je eigenlijk al de eerste les aan de paal gaat hangen? Ja, absoluut. Dat was wel even wedden. Ik moest in één keer in die paal en ik dacht bij mezelf van wow, oké, dit is heel raar. Maar na verloop van tijd, je bent er heel snel aan. Maar je kunt behoorlijk ver komen met paaldansen. Dat je ook bijvoorbeeld gevraagd wordt om optredens te verzorgen? Het hangt eigenlijk echt van jezelf af, hoe ver je kan komen. En hoe meer je traint, hoe verder je natuurlijk kan komen. Maar je hebt ook een beetje aanleg en motivatie, en dat speelt allemaal mee. Ja. Maar wat is er nou leuk aan het paaldansen?
De uitdaging. Je ziet eigenlijk een trucje en dat ziet er mooi uit. En dan ben ik heel gemotiveerd om dat ook te willen kunnen. Ah ja, ja. En moet je veel durf hebben? Ja, het is wel, je hebt verschillende technieken. Dus als je heel hard moet klemmen, ja, soms ga je ondersteboven hangen en dan hang je maar aan een beenholte of aan een enkel of zo. Dus dat moet je wel geleidelijk los durven laten. Oké, dus ja, je moet maken dat je niet echt van de paal afglijdt. Dat lijkt me sowieso verstandig. Ja, ja. Ja, ik zie het al helemaal voor me, maar je hoeft helemaal er geen angst voor te hebben in ieder geval. Nee, je moet altijd wel goed blijven nadenken. En ook als je een drop doet. Een drop is een oefening dat je boven de paal bent en je maakt een verandering en in één keer hang je een stuk lager. Dus je bouwt het heel rustig op. Dus eerst ga je het heel langzaam doen. En hoe beter het gaat, hoe groter en hoe verder je drop kan worden. Dus hoe meer spectaculair het uit gaat komen te zien. Okay. Breda nu. Je weet het meteen.